In Nederland liggen tienduizenden hectares aan braakliggende terreinen te wachten op een definitieve bestemming. Kunnen we die gronden niet tijdelijk een andere bestemming geven, zonder dat dat het toekomstige permanente gebruik belemmert? Op tal van plaatsen in ons land wordt met tijdelijk anders bestemmen geëxperimenteerd. Een voorbeeld is een groot bouwterrein in Steenwijk, waarop de woningbouw stagneert en waar de eigenaar samen met Landschap Overijssel van de bouwgrond tijdelijke natuur heeft gemaakt. En met bijzondere resultaten. Het is een echte koekoeksbloem wat je hier ziet. Op zich een hele leuke plant, naast dat die ontzettend mooi is om te zien natuurlijk. Die vind je eigenlijk in het boerenland niet meer in het maaiveld terug. Maar spontaan vestigt zich dat hier. De tijdelijke natuur mag blijven tot er weer gebouwd gaat worden. De Rijksoverheid heeft in een nieuwe ontheffing vastgelegd dat grondeigenaar Roelofs dan de tijdelijke natuur mag opruimen. De ontheffing die is daar heel erg helder in, die gegeven is vanuit het ministerie. Maar daarnaast vinden wij het ook heel belangrijk dat de samenwerking met Landschap Overijssel, dat is een gedegen samenwerking die in goed overleg tot stand is gekomen. Daarin is een stukje vertrouwen is ook zeker op zijn plaats. Ik vind het persoonlijk niet erg om hier afscheid van te nemen. In die periode van 10 jaar dat hier weinig vegetatie was, is het een kraamkamer geweest voor heel veel soorten. Planten en dieren hebben zich hier kunnen voortplanten en vanuit daar weer kunnen verspreiden naar nieuwe gebieden. En dat hoort eigenlijk bij dit type natuur. De winst is dus die kraamkamerfunctie, die voortplanting en dat heel veel mensen ervan kunnen genieten dat dit wordt gezien als natuur en dat het een prachtige omgeving is. Ook bij onze grote rivieren kan tijdelijk anders bestemmen een rol spelen. Omdat ons klimaat verandert, wil het Rijk de uiterwaarden in de toekomst mogelijk gebruiken voor extra afvoer van rivierwater. Maar de provincie Gelderland wil voorkomen dat daardoor al die uiterwaarden op slot gaan en zoekt bijvoorbeeld voor oude steenfabrieken langs de Waal een tijdelijk andere bestemming. Hier moeten we wat klimmen. Kijk, hier ligt ook asfalt, oude platen, oude stelkomplaten. Vroeger, toen die steenfabriekje stond, hebben natuurlijk, kun je je voorstellen dat hier ook de bakstenen opgesteld hebben gestaan. Alles is weggehaald, deze vlakte is overgebleven. Ja, het is natuurlijk ook een ideaal crossrondje, laten we eerlijk zijn. Hè? Auto's die hier illegaal crossen. Tijdelijk anders bestemmen wil aan die praktijken een eind maken. Op deze plek zou je naast de natuurfunctie ook kunnen denken aan wat meer recreatieve functies. En dat denk ik aan kleinschalige vormen van horeca, bezoekerscentrum, maar wellicht ook toneelvoorstellingen, openluchttheater, dat soort functies. In termen van duurzaamheid denken we vaak van het moet voor de eeuwigheid, dus heel goed en duur. Maar je kunt ook aan de andere kant gaan hangen. Als iemand of een groep voor 10, 20 jaar een plek zoekt, kun je ook zeggen, we doen het juist heel laagwaardig, zodat het snel afgebroken is of op een andere plek weer opgebouwd. En dan kunnen de exploitatielasten ook heel laag blijven. Maar dat is een andere manier van kijken. Dat zou allemaal tijdelijk zijn, omdat we ervan uitgaan dat voor de toekomst, en echt de verre toekomst, het gebied nodig zou kunnen zijn, ook voor die rivierverruiming. En dat zou het best kunnen zijn wat waar we nu hier staan dan niet meer is en dat hier de Waal stroomt. Onder leiding van een speciale deltacommissaris worden alle toekomstige riviermaatregelen straks in een nieuwe deltawet vastgelegd. De deltacommissaris ziet daarbij kansen voor tijdelijk anders bestemmen. Ik denk dat het heel sterk samenhangt met het draagvlak wat ik heel graag wil hebben en houden voor het werk wat we doen. En je kan, naar mijn overtuiging, mensen meenemen in de lange termijn. Als je heel helder bent over de onzekerheden die we aan moeten pakken en dus begrijpen mensen ook dat je wil reserveren en tegelijkertijd met de gereserveerde ruimte iets nuttigs doen, zodat mensen zien van het is ook wel fair eigenlijk dat we tijdelijk dat kunnen bestemmen voor een activiteit, een economische activiteit, een recreatieve activiteit, een natuurlijke activiteit, een ruimtelijke activiteit. Dus ik ben er wel voor om dat te doen, om datzelfde draagvlak wat je wil hebben voor de grote maatregelen voor de veiligheid eigenlijk groter te maken door deze kans te nemen. Waar we af en toe nog tegenaan lopen, laat ik ook geen misverstand over bestaan, is dat er wel een soort angst is, ook bij tijdelijke voorzieningen, van krijgen we daar over een aantal jaren geen last van vanuit
die veiligheidsopgave. Zelfs als het juridisch goed dichtgetimmerd is, zeg ik erbij, na 20 jaar kan er een activiteit zitten, of een recreatie, of een andere activiteit waarvan dan het belang zo groot geacht wordt dat we toch eigenlijk liever het willen houden daar. Nou ja, dat mag dus niet. Tijdelijke woonvoorzieningen worden ook steeds vaker bij braakliggende bouwterreinen toegepast. Zoals hier in Amsterdam, waar 1000 studenten tijdelijk zijn gehuisvest. Het leuke aan deze panden is dat waar achter deze gevel gewoon eenvormige containers zitten, door de gevel eigenlijk heel individueel per kamer te kiezen, heeft iedereen een eigen identiteit gekregen. Anders dan had je een enorme eenvormigheid gekregen, eigenlijk van doosjes met eenzelfde raampje. En hier is elke gevel is anders en kun je gewoon zeggen, ik zit daar op de tweede verdieping achter dat oranje strookje. We hebben hier bijvoorbeeld architectuurprijzen meegehaald. Het goede imago van de tijdelijke woonomgeving trekt al snel nieuwe voorzieningen aan, zoals scholen en horecagelegenheden. Maar juist door die combinatie van functies, scholen, studentenhuisvesting, een restaurant, bedrijfsverzamelgebouw, is dit een gebied wat enorm levendig is en wat dus ook al echt de naam heeft van God, de Houthavens is goed. Dus het aardige is dat eigenlijk het imago van een heel goed gebied heb je al gecreëerd door je tijdelijkheid. Cruciaal bij de discussies over tijdelijk anders bestemmen is of er ook economisch rendement gehaald kan worden uit de investeringen. Het is goed dat we het hebben gedaan, maar voor 5 jaar was het te kort en wij zijn heel blij dat we er nu al 7 jaar, straks 8 jaar staan en we hopen een beetje dat we er zo'n 10 jaar kunnen blijven staan. Dan zijn we niet uit de kosten, maar wel een eind op weg. Wij zeggen ook tegen de gemeente, als het korter is dan 15 jaar, dan doen wij het niet meer. Langs onze wegen liggen overal gereserveerde gronden voor toekomstige uitbreidingen. Ook hier zijn ideeën om deze terreinen een tijdelijk andere bestemming te geven. Infrastructuur Durenvermeer is natuurlijk groot geworden met infra onder andere. Ook daar geldt weer, hoeveel terreinen liggen niet braak of hebben een voorbelasting nodig om die wegen aan te kunnen leggen. Nou, dat gaat om enorme hoeveelheden, groot oppervlakte land. En kun je nu niet die gebieden nuttig bestemmen in die periode dat het wacht op zijn, zeg maar, op zijn eindafwerking. Nou, en een van die bestemmingen zijn bijvoorbeeld glastuinbouw. Hè. Glastuinbouw als tijdelijk intensief gebruik voor strips langs snelwegen. Duurzame energieopwekking bijvoorbeeld. En dat kun je rond langs de wegen of langs het water met windmolens doen, met zonne-energie, maar ook met waterenergie. En dat je dus ook daar de mind hebt, hoe kan ik datgene wat je hebt, hoe kan je daar nog net nog een beetje meer uithalen, meer opbrengst uithalen. En daar kan tijdelijk anders bestemmen hartstikke bij helpen. Dura Vermeer vindt dat het kabinet tijdelijk anders bestemmen ook financieel zou moeten steunen. Zeker in die eerste projecten zitten natuurlijk nogal wat risico's en moeten we nogal wat stappen overwinnen. Onrendabele top zit daarin. Dat we in die zin ook financieel ook wel het nodige kunnen gebruiken. Ik denk bijvoorbeeld aan een fonds, een revolverend fonds, waar we op een beroep op kunnen doen. Ik denk dat het belangrijkste is, en dat wil ik toch graag nog iedereen meegeven hier voor vandaag. Vertel je droom, je ambitie wat je zou willen bereiken vanuit je bepaalde invalshoek waarvoor je aan het werk bent, om het zo maar eens te zeggen. Vertel het tegen elkaar, zoek elkaar op en vraag ook hulp aan elkaar hoe je kan helpen. En ik weet zeker dat door die hulpvraag te stellen er altijd mensen ook bereid zullen zijn om dan te zeggen yes, dat kan ik doen, dat wil ik doen, daar wil ik me ook voor inzetten. En zo kunnen we samen bouwen aan een betere toekomst van dit mooie Nederland.